The world has gone mad. Het is echt in één keer of dat het merendeel van de Nederlandse bevolking begrijpt. Misschien gaat dit ook economische gevolgen hebben. Gisteren kwam ik zelf het achter om 6 uur, toen we gingen avondeten, dat er extra maatregelen waren getroffen. En daarna heb ik echt alleen nog maar berichten voorbij zien komen van leegschappen. Mensen die echt als een malle ineens naar de winkel gaan. Toen kreeg ik om 11 uur nog een berichtje van de directrice van de school van die kinderen. Dat er 2 leerkrachten dus wel verkoudheidsklachten hebben, dus die blijven dan dus niet thuis. Dus dat ze dan voor 2 klassen eigenlijk gewoon geen juf hebben. En het is toch best wel een ding, want ze hebben maar 5 klassen. 4 klassen? Ja, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, 8. Dan mis je gewoon de helft van je staff. Dus het is best wel een dingetje. En dan heeft ze daar nog wel vervanging voor gevonden binnen het team zelf. Want ja, extern ga je het gewoon niet uit kunnen zetten. En dan met de dringende oproep van zorg er een noodplan is dat als ik 's ochtends app van laat weten, de kinderen kunnen niet opgevangen worden, dat je een backup plan hebt. En dat is natuurlijk hartstikke verstandig dat ze dat mailt en doet. Maar om 11 uur 's avonds betekent echt wel dat ze nog het debat hebben afgewacht. En dan ben ik toch wel blij dat ik blijkbaar een namaakziel ben. En dat ik echt dacht, ik moet zorgen dat ik voorraad op orde heb. Dat ik die extra blikken die ik bestelde bij die dat die mee zijn. Ik heb nog een extra run gemaakt gisterochtend naar de ethos. Omdat ik dacht, ik heb gewoon serieus geen paracetamol meer in huis. Ik heb nog maar 1 stripje met 2 dingetjes. Dit is echt voor 1 keer voor 1 volwassene. En we zijn met 2 volwassenen en 4 kinderen. In worst case scenario. Dus ik heb, mag maar 2 pakjes paracetamol meenemen. Dus Pascal is s'avonds nog naar de stad geweest. Die moest nog voor zijn ogen. Naar de opticiën heeft het ook maar meegenomen. Maar dat is het ook echt. Ik heb het gevoel dat sommige mensen ook echt heel erg overdrijven. Dus gelukkig gaan ze nog wel vandaag naar school. Dus dan kan ik nog even langs de Aldi. Want ik heb het nog nodig. Knapkorst, want ik heb beloofd dat ze knapkorst gingen eten. En maar nog bij de olijfolie en bakboter. Dus allemaal dingen waar ik dacht, oh, dat staat nog niet op mijn lijstje. Dus dat wil ik dan nog even halen. En dan ga ik vandaag gewoon niet lekker. Met mijn moeder. Mijn moeder komt wel. Die vroeg wel van, goh, ben ik nog wel? Dus zolang jij geen klachten hebt, bring it on. Dus die komt wel gewoon lekker vandaag. En ik geloof dat ze wel met de Intertoys wilde voor de verjaardag. Want die is natuurlijk over 2 weken jarig. En ik heb gisteravond het cadeautje besteld. Moet ik ook die buiten aanhangen. Dat komt de prijs omhoog. Want dat doet bol.com dus. Bol.com van de best gevraagde prijs namelijk. Dus die heb ik als goed is vandaag ook binnen. Dus dat komt helemaal oké. Ik ga de kinderen klaarmaken. Ik ga de haren. Misschien is het wel lekker dat ik het zie. Zie je heel de winkel? Ja. Heel de winkel. Ja. Alles wat je wil. Alles wat je wil. 1 ding mag je uitkiezen. Omdat je 5 wordt, hè? Omdat je 5 wordt. Ja. Heel veel. Ga maar goed overal kijken wat je wil. Kijk dan. Het is volgens mij een tas. Deze is leuk. Oh, die heeft... Ik weet niet wat het is. Het is een poepsie poei. Thank you.
Nou, Brooke, het is wel echt een mega cadeau hoor. Nee, de poppetjes zitten er niet bij. Hé, hey, even wachten. De poppetjes zitten er niet bij. Dus daarom heb je nu Anna en Elsa. En Olaf. Olaf. Dat kan ik niet drinken. Nee, dat geeft niet. Kijk, en dan heb je alle poppetjes die erbij horen. Die heb je dan, hè? Niet Sven. Sven heeft daar niet. Nee, Sven zit daar niet bij. Het is iets groter dan verwacht. Lichtelijk. Daarom hebben we de beneden gemaakt. Ja. Goeie vraag. Naast de bron is een as. Is in die bron zit een kei. Op die kei zit een plant. Daar kijk ik naar.